Hey daar, in dit filmpje wil ik iets gaan vertellen wat jij als docent op een middelbare school zou kunnen doen rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat is al heel snel, maar blijf ook luisteren als je denkt, oké, dat lukt mij nooit voor 16 maart, want het is een project dat gaat over toekomstdenken, onszelf echt met die lange termijn kunnen verbinden. En dat, daarvan is de eerste actie rondom de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook later dit jaar en in het volgende schooljaar bouwen we daaraan door. En we, nou, dat zijn een aantal organisaties. Ik heet Merlijn Twaalfhoven. Ik heb een achtergrond als componist, als iemand die eigenlijk muziek eigenlijk in wilde zetten om mensen te verbinden met elkaar. En ik ben de laatste tijd heel erg aan het nadenken hoe wij ons kunnen verbinden met generaties die nog moeten komen, die nu nog niet leven. De wereld van 2050, natuurlijk de jongeren, de kinderen die dan volwassen zijn, misschien zelf kinderen hebben, maar ook de mensen die dan jong zijn. Dus hoe kunnen wij onze generatie, hoe kunnen wij ons nu verbinden met de toekomst? Nou, het project Toekomstverkiezing wordt gedeeld met de Turnclub, het Lab Toekomstige Generaties, het Ministerie van de Toekomst en nog een aantal organisaties en betrokkenen. Het is net begonnen. We verzamelen eigenlijk allerlei lesmateriaal over het lange termijn denken. En op 15 maart, dus een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, willen we eigenlijk met zoveel mogelijk scholieren de vraag delen: wat zou in voor jouw gevoel een mooie toekomst kunnen zijn? We maken een website met 12 toekomstbeelden, 4 thema's. Daar kun je dus op stemmen. We bieden ook lesmateriaal, zodat het in 3 kwartier bijvoorbeeld een mooie les kan zijn over het lange termijn denken, waar dan die toekomstverkiezing een mooie rol in speelt. Nou, de resultaten, daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. Want als de scholieren hebben gekozen voor een bepaald toekomstbeeld of de uitslag als het ware, dat willen we ook echt voor gaan leggen aan de gemeenteraad. Dus er komt een vervolg waarbij de scholieren ook zich met de gemeenteraad in contact kunnen komen, over die toekomst in gesprek kunnen gaan en uiteindelijk ook samen een groter event kunnen maken. Dat zijn we nu in september van plan, daarover later meer. In eerste instantie wil ik je dus vooral uitnodigen. Heb je al ruimte op bijvoorbeeld 14, 15 of 16 maart? Laat het ons weten. Wellicht ook daarna, geen probleem. Het kan dus ook na de gemeenteraadsverkiezingen in een les op school worden toegepast. In ieder geval, laat ons weten of we kunnen samenwerken. Je kunt een actieve rol spelen, want we ontwikkelen ook heel veel materiaal. Misschien kun je ons adviseren over manieren om je met het lange termijn bezig te houden. Maar je kunt ook onze input gebruiken, onze lesbrieven inzetten. Nou, mooi materiaal is er al beschikbaar. Dat was het. Ik hoop je te zien, te ontmoeten en samen te werken.